Wij zijn hier bij de Weeshuispassage in Zwolle, waar veel winkels failliet gingen de afgelopen jaren. In 2016 zou het echter weer beter moeten gaan. Het CBS meldt namelijk dat er dit jaar aanzienlijk minder bedrijven failliet gaan ten opzichte van voorgaande jaren. Wij vragen hier aan het winkelend publiek of zij daar iets van merken. Nee, heb ik niet zo gemerkt. Nee. Nee hoor, eerder het tegendeel. Je hoort nog steeds van ontslagen mensen die niet aan werk kunnen komen, dus... Waarvoor ze dat zeggen, weet ik niet, maar ik merk het niet. Dat is logisch. Er komt een keer een, zeg maar, je hebt een hoogtepunt. Waarvan ik denk dat we het wel gehad hebben met faillissementen. Maar voorlopig hebben we nog wel, zoals je hier ook ziet, met de gevolgen te maken. We zijn er nog niet vanaf. Het is wel als ik door dit overdekte stuk heen loop. Ja, dat was waarschijnlijk vorig jaar ook al. Maar iedere keer als ik hier weer loop, dan denk ik, jongen. Ja, dat zeggen ze, maar dat weet ik verder niet. Volgens mij gaan er niet meer winkels nog dicht dan eerder. Dat het aantal faillissementen in Zwolle is afgenomen, is hier in ieder geval nog niet te merken. Thijs Struik voor Nieuwsbeat vanuit de Weeshuispassage in Zwolle.